En ik zeg dus op die manier. Ja, nou, en zij heeft dit gedaan. Ho, kom hier naar voren. Er staat er eentje daar half briek voor het raam. De koekeloeren. Die vindt helemaal niet leuk dat ik mijn jas aan heb. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag maandag 3 februari. En we leven om 12:43. Ja, en ik moet vanmiddag... Moet ik naar Linda toe, dat is de dokter voor mijn COPD. Dan moet ik 13:50 wezen. Nou ja, ruim voldoende op tijd. Ik heb een broodje voor me staan, ik heb koffie voor me staan. De diertjes hebben allemaal te eten. Wat heeft die nou in de bekkie? Oh, ik denk een grote brok. Ze heeft denk ik een droge brokken gekregen van mij, zonder vlees er doorheen. Oké. Want ik ben Frode ook altijd. Platje worst in stukjes. En dat had ik onder het droge voer gelegen. Dus ja, dan moesten ze naar zoeken, snuffelen. Hé? Ja, nou. Hé. Hey. Dame. Hallo. Hallo. Hé? Hey? Mooi meisje. Oh, zo. Nee, dat mag niet. Dat is voor vrouwtje. Zo'n mooi meisje. Oh, nou, kom maar weer. Nee, niet. Oh, kom. Ja, hè? En ze waren vannacht niet zo lief. Zij met Kandalf. Dat ik heb de foto's al genomen, ja. En dan gaat mijn mobiel weer, dat is Karin. Met een WhatsApp bericht. Althans, een afbeelding. Ah, ze draaien weer... Gekamd en gedaan. Zit het achterover allemaal. Ja, haar staat ook altijd alles. Haar staat ook altijd alles. Met of zonder staat erbij. Ik zeg met. Je moet eventjes ook dat Lokkie. Dus een klein beetje naar voren duwen, als je mij begrijpt. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Even kijken, ik zal hem even een stukje naar beneden halen. Zo. Ja, en ik zeg dus op die manier. Ja, nou, en zij heeft dit gedaan. Ho, kom hier, naar voren. Staat er ook wel, maar ik vind het Lokkie een beetje meer naar voren duwen. Ja, helemaal top. En dus, maar oké, komt allemaal wel goed. Ik ga van mijn broodje genieten, van mijn koffie genieten. En ik zeg tot aan de later, wanneer ik weer terug ben, van mijn COPD-test. Rijka moet alleenig blijven. En het komt allemaal goed en ik hoop niet dat ik die foto's vergeet erbij te plaatsen. Want die neem ik dus met mijn goede mobiel, hè. Ja. Maar hele leuke foto's, ja, dat zie je dus niet op een vlog, nee. Foto's, die maak ik met deze en niet met die, nee. Hé, ja nou, hoe goed is die? Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is beter weer dan het geweest is. Het zonnetje schijnt. Het is nog wel wat bewolkt, maar het is beter dan het was. Ja. Was het maar weer zo zaterdag. Blauwe hemel. Ja. Maar oké, dat is er niet. Maar het komt goed. Ze zeggen, tot later. Als ik terug ben, dan spreken we elkaar wel weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn jas aan om weg te gaan. Nou, Linda toe voor mijn COPD-test. Staat er eentje daar half briek voor het raam. De koekeloeren. Die vindt helemaal niet leuk dat ik mijn jas aan heb. Ik denk, nou, misschien dat dit haar afleidt. Maar ze mag niet aan de planten komen. Dus moet ik toch nog even alert zijn. Hopende dat ze toch een beetje er weer af eigenlijk
komt. Hé, Rijka? 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 Nou, kom je dan. Kom maar. Kom dan. Nee? Nou ja, ze is een beetje eigenwijs, maar het maakt niet uit. Ik ga er vandoor. Ik zal er eerst weer op de grond zetten en dan ga ik er vandoor. Zonnebril op, handschoenen aan, tas mee en ga met die banaan. Ze zeggen tot straks. Ja, lieve vriend, ik ben alweer geruime tijd thuis. Dat ik bij Linda zat, zag ik Rebecca binnenkomen. En gelijk Rijka, hartstikke gek en blij dat Rebecca binnenkwam. En ja, hartstikke leuk. En ik ben trots op mezelf. En dan kun je wel zeggen, alweer, je bent al eens trots op jezelf. Ja, ik ben trots. Ik ben niet de enige. Ook Linda was trots, want mijn gewicht, de 21ste van de eerste 2019, woog ik bij Linda op de weegschaal 76,5. Maar rondom het overlijden van Frodo woog ik 78 kilo. Nu weeg ik bij Linda en zowel op mijn eigen weegschaal 70 kilo. Dus ik ben helemaal happy. Ja, enkel ik groei als een koeienstaart naar beneden. Ik was altijd 1,70 op mijn paspoort. Nu bij Linda 1,67. Mijn bloeddruk, hun vinden het goed, ik weet het niet, geen verstand van, 1,17 bij 1,70. En mijn COPD, nou die is nog steeds mild, oftewel fase 1. Dus ik ben helemaal blij en helemaal trots op mezelf. Maar ik ben niet de enige hoor, er zijn er meerdere. Ook Rebecca is blij, of niet dan? Ik ben heel blij. Jullie horen het, ze is heel blij, ja. Dus ja, en ook met mijn meisje Rijka ben ik heel erg blij, want ze doet het perfect. Rebecca heeft het ook gezien, ik gaf een snoepje, ze gaat zitten en ik kreeg een pootje. Ja, ik ben helemaal blij. Ik laat het jullie binnenkort zien. Misschien vanmiddag, ik weet het nog niet, want ik moet ook straks nog lopen met Rijka. Maar ik zit nou eerst lekker aan een bakje koffie, samen met Rebecca. Moet allemaal kunnen. Ja, Rebecca heeft een uniform aan en die is niet in de vrije tijd hier. Dus ik ga er nou niet filmen. Mag er niet. Nee. Wanneer ze wel in de vrije tijd is, mag het wel. Nu niet. Ze hebben paard gekocht. Woepie. Gaan we die vloggen. Ja, echt leuk. Wanneer ik weet waar hoor. Want ze heeft hem nog niet, maar of een hengst was het dus, ja. Is ook zo. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. En dan doe ik het ook. Ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede morgen. Het is alweer reeds 4 februari. En we leven om 3:04 in de ochtend. Ik moet nog naar mijn bedje toe. Rijka legt op een handdoek te bijten en te sappelen en te doen. Ewen die ligt op het kussentje achter haar en die kijkt toe wat ze aan het doen is. En ja, ik ben op het punt aanbeland om dus het licht uit te doen en boven toe te gaan. Maar als ik zo naar Rijka kijk, heeft die nog geen zin. Nee. Even kijken of jullie dat kunnen zien, wat zij aan het doen is. Oude handdoek. En daar zit ze op te trekken en op te sabbelen en te doen. Maar ze doet het goed. En ik ben weer bezig geweest met pootje geven. Nou, ze doet perfect. Ja. Dat ik geloof dat morgenmiddag Sandra komt. Dan geef ik Sandra de camera in de handen. Dan film jij even, dan kan ik het doen. Ja. Zo dan. Gaat het even niet. Ik hoor het hier helemaal kraken, dat die handdoek. Nou ja, daar is een handdoek voor. Ja, die kraakt als die kapot moet van haar. Nou ja, boeien, lekker belangrijk, laat me gaan. Ja hoor, geen problemen mee en de winkel heeft meer. Ja toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik wens jullie eerst natuurlijk een goede morgen. Maar ook een welterusten. Ja, want ik ga naar bedje toe. En over een aantal uren, wanneer ik weer beneden kom, dan wens ik jullie wel welkom bij een nieuwe vlog. Doe ik nou dus niet? Nee. Dus ik zou zeggen,
Tot dan. Slaap ze.